Hoi, het is vandaag zondag en vandaag, vanochtend heb ik al gesport. Ik heb me net opgefrist en straks moet ik even een foto maken met Eli voor een hele leuke campagne. Dus die zien jullie binnenkort wel op mijn Instagram voorbij komen. Mocht je me daarop volgen natuurlijk. Ik ben nog steeds een beetje hees of zo van het verkouden zijn. Maar langzamerhand begint het weg te gaan, zeg maar. Vandaag gaan we gewoon een beetje chillen. Heel misschien gaan we nog even naar buiten lekker wandelen. Want de zon schijnt, dus het is echt super mooi weer. En Janae die slaapt nu nog. Dus dan gaan we denk ik een beetje, in de loop van de middag of zo gaan we een beetje naar buiten, denk ik. Dus verder zien jullie wel wat de planning wordt. Een foto maken? Ja. Ja, hè? Ja, jij vindt het wel leuk? Ja. Als het om snoep gaat, dan vind jij het wel leuk? Maar dit gaan we dan eten. Hm? En dit gaan we dan eten. Wij gaan een foto maken. Maar we gaan ook soms ook snoepjes eten. Mag je hier gaan staan hierbij? Misschien handig als je dit dingetje eventjes naar binnen doet. Is het zo? Als jij zeg maar een kwartslag draait, zie je ook nog leuk zijn naam erop staan. Dus dan moet jij... Iedereen mag gewoon naar voren komen. Naar achteren, hè? Klein stapje naar achteren. Als jij hem bezighoudt, dan ziet het er veel natuurlijker uit dan wanneer je zegt dat je wel wat doet. We gaan samen zoeken eten. Speelt is echt. Wij zijn klaar met foto's maken. We zitten nu een beetje te denken van wat gaan we vanavond eten. En het is zondag. En meestal is zondag voor ons zeg maar besteldag. Dus Maarten zei al van hij heeft zin in sushi. Maar ja, Eli die lust dat grotendeels niet. Dus Eli die gaf net zelf al aan van ja, ik wil pizza. Dus we gaan zo dan... Oh, dan kunnen we wel wandelen, Maarten. Dan gaan we even wandelen naar de Albert Heijn of zo. Ja, want we wilden sowieso gaan wandelen. Dus we kunnen wel even naar buiten. En dan zijn we gelijk buiten geweest. Halen we voor Eli in ieder geval pizza bij de Albert Heijn. En dan gaan wij vanavond sushi bestellen. Ja, niet bevroren zijn. Daar heb ik echt wel zin in. Hadden we sushi. Tenminste, had ik sushi gekocht bij de D. Dat mag je geen sushi noemen. Nee, het is ook eigenlijk geen sushi. Maar die ene, die grote verpakking was op zich nog wat te doen. Alleen die rijst... Die is gewoon wat droger als je het in de winkel koopt of zo. Absoluut niemand sushi aanbevelen uit de deen of whatever. Nee, dat is waar. Sushi. Maar gewoon als je snel even zin hebt in de smaak van sushi, dan... Zelfs dan moet je het eigenlijk... Nee, oké. Gewoon niet kopen. Maar goed, hij was nog wel enigszins te doen. Ja. Maar lekker is anders. Het liefst heb je gewoon in een restaurant lekker sushi. Deze hebben we trouwens ook nog. Dit kunnen we wel... Op brood voor lunch eten. Dit is carpaccio. Had ik er twee van gehaald. Voor Maarten en mij. We gaan dan even wachten tot Janae wakker is. Want dan kunnen we haar rustig nog voeden. Aan, of tenminste, ze is al aangekleed. Maarten zegt dat ik Nike niet kan combineren met Adidas. Tegen alle principes in. Gaat het goed hier, Ida? Ja. Wat ben je aan het maken? Je bent zo creatief met je knikkers. Ja, kijk. Ik zit zo te zetten. Kijk. Let op zo. Kijk. Heb je zo de steentjes? Kijk. Kijk. Let op. Oh, wat goed. Kijk. Let op naar die. Kijk. Let op. Let op. Kijk. Wacht. Oh. Kijk. Wow, zo goed. Kijk, let op naar deze, kijk. Let op, ja. Kijk. Oh, twee, wow. Hey. Die kleine gaat snel. Ja, die gaat heel snel, hè. Mooi hoor. Kijk. Ben je er blij mee? Ja. Ja, hè, van wie? Uitslopen. Waar heb je dat gezien? Op tv zeker? Nee. Oké, Maarten heeft me dus toch overgehaald. Deze hebben we allebei. Dit zijn de Nike Air Force Flyknit. En die waren ook wit. Was ik even vergeten. Dus. Ja, zijn wit. Deze dame is ook lekker wakker. Ja, jij wil drinken zeker. Jij wil zeker drinken. Of niet? Lekker te kijken. Met je bos haar. Ik kreeg trouwens veel vragen over waar dit pakje vandaan komt. Maar dat weet ik niet meer hoe die webshop heet. Het was zo'n webshop die ik via Facebook of zo voorbij had zien komen toen. Janae is er helemaal klaar voor. Ik ook. Ik heb gewoon mijn
normale jas aan. Mijn winterjas, zeg maar. Je kan toch niet zonder mij weg? Hé, hey, we gaan zonder jou weg hoor, Ila. Nee. Jij blijft toch alleen thuis? Hallo. Vind je dat niet leuk? Nee. Wil je mee? Ja. Ja? Wow. Wat gaan we doen dan? Misschien naar de stad. Misschien naar de stad. En wat nog meer? Misschien gewoon... Een sleuspuppy? Van wie heb je dat nou weer gehoord? De winkels zijn dicht hoor. Ik ga kijken. Ik denk dat ze nu open zijn. Denk je dat? Ja. Op gevoel. Nou, zijn we allemaal klaar? Ila is klaar. Janee is klaar. Maarten is ook klaar. Let's go. We zijn weer thuis van buiten. Het is echt zo lekker weer. Alleen je voelt echt je gezicht wel een beetje trekken, want het is wel koud. Maar nee, het is echt even lekker. En Janee die slaapt gewoon nog, maar dat komt omdat we aan het wandelen waren. Zo, knieën, noem maar praten. Het is helemaal verstijfd nog van buiten. We hebben even culinaire carpaccio gemaakt met honing, mosterdsaus, peperzout. En verder alles uit de verpakking. Het is alweer 6 uur of zo geweest. En Janee die slaapt gewoon nog steeds. Dus we gaan nu alvast sushi bestellen. Ik zie in tas zitten. Ik zie eerst een tas. Maarten is nu aan het selecteren. Weet je het al? Enigszins. Ik weet jouw telefoon. Nee, dat is mijn moeder. Voor jouw moeder. Voor mijn moeder. Ja, wie is jouw moeder? Dit. Dit. Nee, toch? Ben ik jouw moeder? Ja. Echt waar? Jij bent een mama. Zat jij in mijn buik? Nee. Waar kom je dan vandaan? Ik ben gewoon thuis. Je bent gewoon thuis? Ik ben heel groot. Ja, maar waar, toen je baby was dan? Kijk maar daar. Kijk op de foto maar. Ja, op die foto's bedoelt hij. Maar daar kon je al lopen, was je eigenlijk geen baby. Het was nog heel klein. Ja, je was wel heel klein, ja. Ik zit daar met voetballers kijken. Mm, vind je het leuk? Ja. En gelukkig praat jij er niet steeds doorheen, toch? Hou je van praten, Ilay. Nee, toch weer gaat uit. Waar is die afstand meteen? Ilay, je lust toch geen sushi? We hebben toch pizza voor jou gehaald? Nee, ik ga linken kijken wat ik naast mijn pizza wil voor drinken. Janee die zit hier lekker te drinken en in de tussentijd is de sushi aangekomen. Wij gaan lekker eten. Janee die zit hier lekker in een stoeltje. Die was echt net pas wakker gewoon. Wij zitten nog even lekker op de bank. Janee die is in slaap gevallen. Ila die ligt wel in bed. Morgen gaan ze allebei. Janee die gaat op de maandag naar het kinderdagverblijf. En Ila die gaat weer wennen op school tot 12. En dan... Oh ja, ik moet nog even jouw moeder bellen, Maarten. Mm. Even kijken of dat zijn moeder hem ophaalt. En anders dan gaat hij met mij mee, want ik ga morgen naar Manon. Even naar Nela kijken. En dan, daarna haal ik gelijk Janee op. Dus dat is een beetje de planning voor morgen. Maar ik weet niet of ik morgen ga vloggen. Even kijken of het lukt. Wij gaan niet veel bijzonders meer doen. Dus ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!